Anderhalve week oud. Vorige week maandag afgeleverd, ja. Meneer Miltenburg doelt op zijn spiksplinternieuwe auto die hij dwars door het clubgebouw van voetbalvereniging De Posthoorn heeft gereden. Grote vraag is dan, wat ging er mis? Ik kreeg de wagen in zijn achteruit. En ik rijd uit en ik zag alweer naar vooruit. En ik had heel hard rijden en ik remmen. Ik bos zat tegen een andere auto op. En ik draai helemaal om de as heen. En dan gaat hij rechtuit op dat gebouwtje af. En wat ik ook deed, op remmen of uit de verstelling te halen, hij ging steeds en steeds sneller. En toen ben ik tegen de muur opgebotst. Ja, en toen zat ik opgesloten in de wagen en hebben ze mij eruit gehaald. Wonder boven wonder mankeert meneer Miltenburg niets. Maar de schade aan de bestuurskamer van De Posthoorn is aanzienlijk. Ik kreeg alarm vanmorgen en toen dacht ik op een gegeven moment, nou, er zal er wel weer een paar muizen aan het wandelen geweest zijn. Maar toen was ik hier onderweg, toen werd ik opgebeld door de heer Pascal de Hoven. En die vertelde me het leuke nieuws dat er een auto in de bestuurskamer was gereden. Meneer Miltenburg stond hier geparkeerd. Na het starten van de auto staat hij binnen een paar tellen in het bestuursgebouw. De klap is met 60 km per uur erg hard. En de schrik is dan ook groot. Je ziet een collega dus bijna voor je auto komen. Dan begin je een paar bomen op je afkomen. Dan denk je, daar moet ik niet heen. En dan zit je tegen de muur aan. Dat gaat zo snel. Dat kan je niet eens. Dat gaat zo snel als ik het nou vertel. Het ongeluk trekt veel bekijks. Met name leerlingen van de school die naast het sportpark staat komen even kijken. Maar Dick, die vindt het niet echt een fijn uitzicht. Nou ja, ik sta nu met mijn rug er naartoe. Ik kijk even, liever maar niet, want het zal zo meteen wel instorten. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. De brandweer heeft de boel gestut om erger te voorkomen. Het bestuur van de voetbalvereniging zegt dat het clubgebouw zo snel mogelijk herbouwd wordt.